Bij het Korps Politie Suriname zijn vanmorgen 130 politieambtenaren bevorderd in een naast hogere rang. De plechtigheid vond plaats op de politieacademie. De tweede hoogste rang na korpschef is commissaris van politie. Er zijn 8 hoofdinspecteurs bevorderd tot commissaris. Onder hen zijn onder andere Humphrey Naarden van de afdeling voorlichting en Judith Drachtenstein, hoofd van de bestrijding zware criminaliteit. Korpschef Roberto Prade zegt dat het de korpsleiding ter oren is gekomen dat er meer commissarisfuncties beschikbaar zullen zijn. Volgens minister Kenneth Amoxie is het goed dat politiepersoneel bevorderd wordt. Hij reflecteert ook naar de activiteiten van de politie. Politieambtenaren moeten zelf nagaan hoe zij functioneren binnen de samenleving. Hoe gaan we om met integriteit? Welke resultaten bereiken we als organisatie? Wat lossen we op? Wie houden we aan? Maar we kunnen ook kijken misschien naar minder ernstige gevallen. Maar een beroeping is zeker wel ernstig. Hoe gaan we daarmee om? Hoe behandelen we de aangever, de benadeelden? Hoe is onze communicatie met de gemeenschap? De 130 bevorderingen zijn geweest in de rangen van commissaris, hoofdinspecteur, inspecteur, onderinspecteurs en brigadiers van politie.